Als wethouder van de gemeente Zomeren bent u verantwoordelijk voor de WMO, Jeugdwet en Participatiewet. Nu kan het voorkomen dat een burger een ondersteuningsvraag heeft die betrekking heeft op meer dan één van deze wetten. Hoe zorgt u ervoor dat die burger niet bij verschillende loketten terechtkomt? Ja, we hebben hier in Zomeren hebben wij de toegang geregeld. Hè? Dus als iemand met een ondersteuningsvraag zit of denkt te zitten, hebben we verschillende mogelijkheden van ingang. Hè? We proberen vooral met lokaal ook het een en ander in te richten. Hè? Zodat mensen ook lokaal met hun vraag terecht kunnen. Want misschien is het maar een eenvoudige vraag en dan kan je met een eenvoudig antwoord ook geholpen worden. Gaat het inderdaad om een intensieve vraag, hè? En vaak is dat bij mensen met een verstandelijke beperking, zit daar veel meer aan vast. Nou, bij jeugd zit alles bij elkaar, hè? Maar zit je op dat snijvlak van jeugd en later ook WMO, dan hebben wij dat ondergebracht samen met vijf andere gemeentes in één toegangspoort eigenlijk, de unit zorg en ondersteuning heet dat, waar mensen hun vraag kunnen stellen. Hoe ziet die toegangspoort eruit? Wat is dat precies? De toegangspoort is eigenlijk, mensen kunnen gewoon bellen en worden gekeken, wordt in eerste instantie telefonisch van hey, hoe complex is die vraag? Wat is de aard van de vraag? En kunnen we makkelijk antwoord geven? Of vraagt het ook inderdaad, hè, net als ik hier, een keukentafel om goed te verkennen met een WMO-consulent. En als het nog jeugd betreft, met een jeugdconsulent. Om te kijken wat er allemaal nodig is om te zorgen dat iemand eigenlijk zijn leven op een goede en fijne manier kan leiden. Als we nou even een voorbeeld nemen. Een jongen met een verstandelijke beperking die 16 is. Hij valt nu nog onder de jeugdwet, maar ja. Over 2 jaar gaat hij naar de WMO. En die jongen zit bij u aan tafel. Hij is nog 16. Wat merkt hij ervan dat u over de grenzen van die verschillende stelsels kijkt? Nou, hij merkt bijvoorbeeld op het moment dat die leeftijd, hè, van 18 er inderdaad aankomt, dat hij ruim een half jaar van tevoren al met hem en vaak ook met zijn ouders of eventuele andere belangenvertegenwoordiging de vraag vanuit ons komt van hey, hoe gaat het dadelijk na de 18e? En dat zit ook bij de jeugdconsulenten. Ook die kijken al voor die tijd van hoe dat perspectief er naar de 18e uitziet. Hè? Waarbij wonen natuurlijk een van de onderwerpen is, werk en of dagbesteding een ander thema is. Maar vooral, het is misschien nog veel belangrijker, ook hoe ziet jouw verbinding in Zomeren eruit met je eigen persoonlijke netwerk. Want dat is de opdracht die we eigenlijk hebben meegekregen, maar die ik ook vaak als wens van mensen hoor. Van hoe blijf ik verbonden goed met mijn eigen omgeving? Stel nou dat die jongen aangeeft dat hij zelfstandig wil wonen als hij 18 is en dat hij wil werken. Welke afspraken maakt u dan met aanbieders van gehandicaptenzorg? Nou, in de afspraken die we maken met aanbieders is voor ons leidend geweest dat de persoon zelf, die uiteindelijk zorg en ondersteuning nodig heeft, zelf zijn keuze kan maken van wie hij dat het liefste wil, welke aanbieder het beste bij hem of haar past. Daarvoor hebben we gekozen voor het bestuurlijk aanbestedingsmodel. Dat betekent dat we een soort basisafspraken met alle aanbieders maken. En wanneer zij die ondertekenen, dat zij vervolgens ook deelovereenkomsten die op het niveau van bijvoorbeeld het aanbieden van individuele of groepsbegeleiding, dat ze daarop in kunnen tekenen. In feite staat dus onze aanbesteding open voor alle aanbieders. Vraagt dit ook een andere manier van werken voor uw interne organisatie? Ja, kijk, als je hier tegenover, daar zit de beleidsafdeling. En daar zit op, nou ik schat even op 20 vierkante meter, zit daar de beleidsambtenaar welzijn, de beleidsambtenaar WMO, de beleidsambtenaar participatiewet en de beleidsambtenaar jeugd. Dus hun bureaus zijn zo ongeveer geschakeld. Dus daar zie je dat op dat niveau zij heel makkelijk tot die uitwisseling komen. En de vragen die zij krijgen, de ontwikkeling die zij in gang zetten, ook altijd in gezamenlijkheid bespreken van hey, wat is jouw rol erbij? Waar moet ik rekening mee houden vanuit jouw portefeuille? Dat, op dat niveau, en dat is natuurlijk het geluk van een kleine gemeente zoals Zomeren is, kunnen we dat zo organiseren dat dat eigenlijk van nature al een integraal beleid is.